Met in het oranje pak Mats Stoltenborg en in het witte pak Harm Visser werd de derde wedstrijd verreden in Tialf Heerenveen, de derde wedstrijd om de KNSB Cup. Het was een rommelig begin, er waren veel aanvallen en elke keer reden de groepjes weg, maar het leek erop alsof het niet mocht. Ja, er werd hard gereden, maar ja, hoe kom je dan weg? Uiteindelijk, aanval na aanval, de zeer actieve Jordert Bergsma die zijn goede vorm van vorige week nog mee wist te nemen. En ja, die kregen 100, 120 meter. En dan toch weer reactie. Bart Swings, die had deze week wel ploeggenoten bij zich, die wilde dat voorkomen. Dan hier de groep die op werd gehaald door Willem Holwerf, maar ook weer terug werden gepakt. En dat betekende dus dat Willem Holwerf de wedstrijd moest verlaten. Dan aanval, weer een aanval. En dan wordt het oorlog, chaos op de baan. Hier de vier mannen die de aanval inzetten, daarachter een reactie. Daarachter weer reacties. En uiteindelijk wist het publiek op de baan gewoon niet meer waar iedereen reed. Wie wel wist waar hij reed, was Jorrit Bergsma. Want hij reed met vier mannen op kop. Daarachter was onder meer een reactie van Crispijn Ariens. Hier de groepen met Bart Swings. En u ziet het verspreid, verspreid. Vier mannen weten een ronde te pakken. Maar er gaan er drie meteen door. Jorrit Bergsma, Sjoerd en Hertog en Mats Stoltenborg gaan in een andere samenstelling van groep meteen door en pakken een tweede ronde. En dat betekent dat als uiteindelijk de stofwolken zijn opgedaald, dat we 15 man vooruit hebben. 12 man met één ronde en 3 man met twee ronden. Hier ziet u de aansluiting met de onvermoeibare Jos de Vos, die echt een prachtig marathon debuut maakt en laat zien dat hij deze strijd en dit werk goed aan kan. Hier de aansluiting. En dat betekent dat die drie mannen, Bergsma, Den Hertog en Mats Stoltenborg, een voorsprong hebben. Dan gaan we sprinten met Kasper de Gier en Marco van der Tuin. De sprint wordt gewonnen door Kasper van der Gier. En daarachter zit Harm Visser, die sprint tegen Bart Swings. En dan wordt het een tactisch spelletje. Mats Stoltenborg houdt het tempo hoog. Sjoerd de Hertog zit vlak erachter. En Jorrit Bergsma neemt een aanloopje. En die gaat er heel hard voorbij hoor. En die zet de traditie voort. Want ook in het laatste verleden van het seizoen wist hij de wedstrijd in Heerenveen te winnen. En dat gaat hij hier ook doen. Op zijn thuisbaan. Al waar hij vorige week zoveel successen haalde. Laat hij zien dat hij toch op dit moment de snelste. En misschien ook wel de beste marathonschaatser is van dit seizoen. Hij weet dat hij kan juichen, want hij gaat over de finish. Sjoerd de Hertog juicht mee. Het is een 1-2 voor Royal Ewer. En op de derde plek is het Mats Stoltenborg. En die raakt zijn oranje plak kwijt aan Sjoerd de Hertog. Het verschil, maar maximaal 2 punten.